Oh my, deze, ik schrik me helemaal kapot. Als we allebei onze stationen af zijn, dan gaan we samen een railway systeem maken naar elkaar toe. En het is leuk, nu heb je ook een connectie gewoon tussen onze bases, weet je. Nu zijn het, is het wat meer één geheel geworden. Handen omhoog! Ah! Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Hey, jongens en meisjes. Ga je opnemen? Nee. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag zijn we wedergekeerd op Content Veen. Mijn raket staat er nog steeds. Hier een cadeau van je nieuwe buurvrouw. Groetjes, Floor. Hey jongens, we hebben gewoon een cadeautje gekregen. We hebben wat amatist gekregen en... Oh, en de site? Wow, wacht eens even. Dit is oprecht echt een amazing gift. Wat? Jongens, we hebben echt... Dit is legit iets. Normaal als je een cadeautje krijgt, zo is het altijd leuk in Minecraft. Ah, dankjewel voor de spullen, maar... Niet dat je het echt vaak gebruikt, maar dit is iets wat ik gewoon echt nodig had. We hebben ook gewoon daadwerkelijk inderdaad een nieuwe buurvrouw gekregen, jongens. Laten we even bij haar huis gaan kijken. Boom! Onze buurvrouw! Oh my days, dat is oprecht bij slijp. Wow, damn, er staat ook gewoon ineens een huis. Gewoon out of nowhere, big house. Oh damn, dit is leuk gedaan. Met die barrels aan de onderkant. Ik ga jullie zeker een house tour laten zien. Maar voor ik dat doe, moeten jullie even abonneren. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Reageer even. Hey, ik. En dan jouw naam. Ben je geabonneerd? En dan zou ik jouw reactie even een hartje geven. Hoe leuk is dat nou? Maar dit is echt heel leuk. Dat dak is helemaal paars. En dit is de binnenkant. Best wel ruim, to be honest. Heel veel kisten. En dan hier zat de trap. Hier zit een trapje. Dit is het trappenhuis. Dit vind ik echt heel leuk. Hier woont Floor dus. Dat is iemand nieuw in Content Veen. Net zoals Mace, Piet. Er zijn nog meer nieuwe mensen. Jeroen is er zelfs, onze gaming Jeroen. Er zijn veel nieuwe mensen, jongens. Waaronder Floor dus. Dit is ook echt heel leuk, dit overkappingtje. En ik heb een cadeautje gekregen. Dus we moeten eigenlijk wel een leuk cadeautje teruggeven. Maar wat heeft zij nodig vooral? Ja, amatist heeft ze denk ik wel, want ze geeft het ook weg. Wat heeft zij nodig wat ik kan gunnen? Misschien een soort pad slash brug naar haar huis toe. Dat ik dat een keer met haar kan maken als ze wilt. Bring home the beacon. Wat? Maar goed, het begin van deze episode was mijn planning om even een tuintje te maken voor de bank. Want dat, ja, dat moet wel even gedaan worden. Ik had als vorige episode een leuk idee namelijk. En dat was om in plaats van een terrasje te maken hier, want dat was de eerste instantie het idee. Maar in plaats van dat terrasje hier, om hier een tuintje te maken. Dit is overigens, ja, als je de vorige episode niet gezien hebt, de bank. Het is een hele mooie bank met daar een kluis, maar dat is natuurlijk de geheime kluis die zit hier. En dan gaan we hier achter echt de meest grote ruimte ooit maken. Althans, hij is al groot, maar helemaal met quartz, vet moderne. Zo, maar dat ga ik samen met Robin doen. Laten wij dit even weghakken en hier een leuk tuintje van maken. Ik heb de dingen weggehakt. Ik denk dat ik het wel gewoon de hoogte zo wil houden. Dus als het ware dat ik hier gewoon nu blokjes op plaats. Laten we even dirt halen. Ik moet even silk touch hebben of wat gras lenen slash kopen van iemand. Want ja, één grasblokje ertussen zetten is leuk, maar dat groeit zo traag. Oké, het is opgevuld met dirt. Aan deze kant ook één grasblokje ertussen. Maar Rick die heeft gelukkig nog een paar grasblokjes. Dus ik mag er 4 hebben. Nou, hoe leuk is dat? 4 hele grasblokjes. Oh my, deze. Wat is het veranderd hier? Ja, ik heb wat aanpassingen gedaan. Het is aanpassing. Je hebt het groter gemaakt. Yep, ik heb er een muurtje omheen gebouwd. Dude, ik vind het echt leuk hier. Nice, hè? Het ziet er wel echt gezellig uit nu, ja. 2 leuke standbeeldjes met je beacon. Kijk, die heb je net geactiveerd. Yes. Yep, hoe kom jij aan de kat? Ja, die spanden hier ook. Nee, dat geloof Anne ik niet. Anne heeft er ook één, alsjeblieft. Wauw, oh, 13. Nou, dat was het avontuurtje naar Rick en we hebben gewoon 13 grasblokjes gekregen. Terwijl dit prachtige gras tot stand aan het komen is, laten wij dan even iets anders... Oh my, deze, ik schrik me helemaal kapot. Maar een creeper die loopt naar, ga weg! Oh my, deze jongen. Oh, ik denk er is iemand, maar alleen Rick is er. En ik kan zeg maar op mijn map rechts zien dat Rick gewoon in zijn eigen basis is. Maar loopt er een creeper over die deur, ik schrik... Man. Oké, jongens, ik heb een heel leuk idee. Ik had het in de vorige episode al eerder gezegd. En daarvoor heb ik Rick even hier naartoe gevraagd. Dus die is nu onderweg. Het heeft niks met deze grot te maken. Het heeft met iets heel anders te maken. En dat ga ik jullie vertellen als ik het Rick ook vertel. Ja. Ja. Leuk. Nee, het heeft niks hiermee te maken. Het heeft niks met dit te maken. Leuk idee, lekker uitgraven. Nee, het is wel echt een leuk idee. Wij wonen oprecht best dicht bij elkaar, hè? Yep. Dus ik dacht, wat nou als wij een leuk minecart systeem maken? Dat heb ik een keer bij een andere YouTuber gezien. Waar we dan kisten met in een minecart items naar elkaar kunnen sturen. Oh, dat is wel lachen. Stel, wij lenen best wel veel dingen van elkaar. En net besefte ik net dat ik het gras van jou ging halen, weet je. Er zijn wel eens dingen dat wij... En wij wonen zo dicht bij elkaar. Dat je daadwerkelijk gewoon een systeem daarmee kan maken. Dus ik dacht, wat nou als jij thuis een klein station voor jezelf maakt? Maak ik hem hier eerst ook. Als we allebei onze stationen af zijn, dan gaan we samen een railway systeem maken naar elkaar toe. Nee, het leek mij oprecht een heel leuk idee. Maak jij ook een station?
Ja. En dan vanaf daar kunnen we iets leuks naar elkaar maken. Oké, jongens, we gaan dus een station maken. Het leek me zo leuk. En ik twijfelde eerst om het naast de bank te doen. Maar ik denk dat dit gewoon zo een perfecte plek is voor een station. Dat je hier uitkomt en er zo in Kingdom Tutor komt. Enig is dat je dan wel extra ruimte hebt. Want je moet door de hele berg zo. Dus dat is misschien onnodig ver. Maar en dit vond ik ook gewoon een hele leuke plek, hoor. Hier. Maar misschien kan ik daar wel gewoon een pad naar mijn gevangenis maken. En maak ik hier wel gewoon het station. Maar ik wil hem ook bovengronds maken. Dat vind ik ook dan weer leuk. Gewoon een bovengronds station. Ik heb het perfecte plekje gevonden. Eerst even slapen. Alright, alright. Ik pak gelijk de spulletjes om het mee te gaan bouwen. Ik heb er zin in. Lekker weer een gebouwtje bouwen van buiten. Dat vind ik gewoon geweldig. Nou, ik neem die mee. Deze hak ik altijd. En neem ik gewoon mee. Maar het maakt niet uit waar ik heen ga. Die neem ik mee om te gaan bouwen. Want sinds ik ooit een tip heb gehad voor steen, gebruik je nooit meer een crafting table. Maar altijd een stone cutter. Is dat gewoon. Dat is de beste tip ever. We gaan hem hier doen. Ik twijfelde eerst hier. Maar hier wil René nog wat dingetjes bouwen. Vind ik een beetje lullig. En dan staat hij misschien ook als ik hem hoog bouw voor de nether portal. Dus ik dacht van wel, als ik hier dit verhoogde plekje gebruik. Misschien tegen de muur aanbouw. En dan een beetje van de muur weghak hier. Dat hij zo de muur zo ingaat hier. En dan, ik bedoel, de berg ingaat. En dan aan de andere kant de berg uitgaat. En dan daar boven gronds werken. Een beetje hoger. Ik denk dat dat oprecht heel leuk is. Laten wij dan dit hier allemaal gelijk maken met de vloer. Bouw ik eindelijk ook een keer wat aan deze kant. Dat heb ik echt zo lang niet meer gedaan. En dit wordt natuurlijk dezelfde stijl als dit. Maar dan wat lager. Enig is dat ik het trappetje hier een beetje uit ga laten steken. Normaal doe ik hem gewoon op dezelfde lijn. Maar nu wil ik hem een beetje uit laten steken. En ik wil het met hout doen. Omdat ik hier een houten plateautje wil doen. Want ja, het is toch een treinstation. Dus dat moet een beetje. Ja, ik weet het niet. Dat associeer ik heel gauw aan hout. Oké, beginnetje is mooi gemaakt. Ziet er gelijk leuk uit. Je hebt het opstapje hier. Dan, dit wordt allemaal hout, denk ik. Deze hele vloer. Een soort houten plateautje. Kunnen Rick en ik ook gewoon berichtjes naar elkaar sturen? Ik heb dit bij Grian van Hermitcraft een keer gezien. Ik vond dat zo droog. Dat je gewoon een soort systeem hebt waarmee je dingen naar elkaar kan sturen. Dan ga ik ook een bel doen hier. Dat als er iets aankomt, dat je dan de bel hoort klingen. Zo gaat die open zijn. En dan moet het gewoon een typisch stationgebouwtje zijn. Ik weet niet of jullie dan een beetje hetzelfde idee hebben als wat ik nu heb. Het is een beetje zoals in gedachten. Ik probeer een beetje een soort andere stijl dan normaal, jongens. En ben ik ook heel benieuwd naar hoe Rick's stationnetje er zo meteen uitziet. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En dat is het leuk, want dan hoef ik misschien eigenlijk ook helemaal niet meer via de nether te gaan. Want de nether moet je zelf lopen en dingen doen. En op zich, als ik naar Rick wil gaan en ik kan gewoon een beetje AFK zitten. Ja, dat klinkt als een goede deal. Oké, die van Rick is af. Mijn is bijna af. Dan gaan we even kijken. Kijk, hier is mijn station. Hij is ook onderweg al. Nice. Leuk, hè? Maar ik ga hem even afmaken. Dan kunnen we beginnen met ons hele spoor. Maar jij bent ook echt een station aan het maken. Ik heb meer een soort bushalte. Dan mee je. Als ik dit zo zie. Ja, ik denk gelijk aan een station. Ah, nee! Ik maak 56 buttons. Wauw, wat een station, Rick. Wat prachtig. Wauw. Super mooi. Dit worden zeg maar de rails. En die ga ik eentje lager doen, weet je. Zo. Dikke hatsenflats. Neef. Alright, dan is... Wauw, wat we dan nog zelfs mogen doen. Ja. Ja. Veel beter. Ja. We hebben hem, Rick. We hebben hem. Oké, nu kunnen we ons ding doen als we willen. Maar ik wil eerst die van jou zien even. Ik wil jouw prachtige kunstwerk zien. Best altijd. Wij wonen eigenlijk echt dicht bij elkaar, hè. Want ik zie nu inderdaad gewoon jouw beacon. En als ik me omdraai, zie ik gewoon mijn eigen base. Auw. Je hebt wel echt een klein poortje gemaakt. Dat is wel heel leuk. Ja, dit is voor zombies. Als ik dit opengooi, dan lopen er gewoon doorheen. Dan kunnen ze... Damn. Oh, nou, dit is toch leuk? Dit is toch gewoon leuk? Jij zegt helemaal van, dit is gewoon prima wat ik hier zie. Ja, zo ziet het station bij mij thuis er een beetje uit. Nou, dit is toch gewoon lijp. Dan heb je jouw klein stationnetje, heb je mijn stationnetje. En dat is goed genoeg. Maar dan moet nu... Ja. Moeten we de railway maken, als het ware. En mij lijkt het leuk om het toch bovengronds te doen, want daar zie je er gewoon meer van, weet je. Ik zat zelf te denken aan bewijs van... Doen we one way of doen we twee sporen? Ik denk één is wel goed voor nu, hè? Eén is wel goed voor nu. Eén is goed. Ik dacht zelf aan zo'n blok. En dan doe je dan de rails. Om de zoveel tijd een pilaar, weet je. Ik zit even te kijken, hoor. Ik zit een beetje te... Kloten gewoon. En dan kan je zelfs... Ja, kijk, ja, ik dacht dat zoiets weet je doen. En dan daar in het midden de rails. Heb je ook geen randje waar je... Want dat vind ik zo lelijk, weet je. Het hoeft niet specifiek een randje te hebben. Maar als je dan op elk van deze dingen gewoon een lantaarn doet. Als je daadwerkelijk een mooie paal maakt. Ja. En dan dit gewoon herhaalt, weet je. Als je echt veel details erin wil doen, kan je bij die palen nog dit doen aan beide kanten, weet je? Ja. En als we helemaal gek doen, plaatsen we er zelfs nog trapdoors op, zo. Maar dan wordt het leuk, weet je? Dan wordt het gewoon een... Maar zullen we dat aan deze stijl doen of doen we dat met jouw soort blokken? Want overal komt het spruce wel terug, dus dat is wel fijn. Ja, heb ik mij op zich niet zoveel uit. Zullen we dan houten, want ik heb toch veel hout. Ja. Zullen we met cobblestone even een spoor uitleggen? Ja. Er zit 6 plekjes tussen de pilaren. We moeten alleen even het spoor uitleggen, hoor, voor nu. En dan daarna bouwen we hem wel helemaal omhoog. Geef me jouw chocolade.
prima. De Reno dag. Oké, jongens, we zijn de lijn eerst aan het bouwen. Waarin het spoor gaat verlopen. Ik wil niet te dicht bij Floor komen, want ik wil haar plekje niet verpesten. Dus laten we hier maar gewoon alvast naar rechts gaan. Oh, met, weet je wat we zelfs hier kunnen doen? Dus hier nou gewoon. Je laat hem doorlopen. Dan blijft hij gewoon hoog. Wacht, hoeveel zit? Kijk, dat we hem hier dan gewoon echt op deze hoogte houden. Dat hij gewoon hoger wordt. Want dan hoeven we ook niet naar beneden en hier weer omhoog, weet je? Dan kunnen we gewoon die hoogte aanhouden. Ik vind het oprecht leuk dat we dit doen. We gewoon iets tussen elkaar in. Oké, als jij dit een beetje aan kan houden, dan ga ik vast daar mijn station, de uitgang bij mijn berg maken. Want bij mij moeten we even door de berg heen werken. Ik denk dat het slimmer is om nu zo meteen nu gewoon vanaf jou hier naartoe te werken, denk ik. True. Enig is dat we dan niet even werken. Dus dan heb je kans dat je ergens op een gegeven moment niet uitkomt. Dus we moeten sowieso wel terug daarin werken. Anders kom je niet uit. Dan krijg je op een gegeven moment dat je... Ik denk ook niet dat het heel leuk is voor Floor dat we hier al gewoon een keer even een treinrail zeggen. Gewoon zo hier al langs donderen. Nee, daarom gaan we hem uit de berg laten komen. Want dan zit hij best wel ver van het huis vandaan. Oké, dit gaat gewoon recht. Zou ik de andere gewoon achter je aanvoegen? Ja, doe maar. Gewoon zo ver mogelijk gaan we en dan kijken we wel waar we uitkomen. Als het goed is, moeten we elk moment, ja, goeie toe je. En dan kom jij hier uit. Jij bent schep nog steeds. Kijk, dit is toch perfect. Want dan kunnen we een soort, er wordt wel veel werk. Maar het is ver genoeg van haar huis vandaan, vind ik. Lijkt me. En dan kunnen we gewoon direct het pad daar naartoe maken. Maar we moeten wel vanuit daar werken om het kloppend te maken. Oké, dit pad is helemaal gemaakt. Dat was het pad door de berg hierheen. Gaan we kijken of we het nu kunnen laten matchen. Ik moet hier nog wel leuke detailtjes toevoegen. Een beetje plantjes, een beetje weet ik wat. Maar dat komt allemaal even. Ik wil eerst het spoor af hebben. En dan pas de details hier binnen. Dit wordt wel erg kut zo meteen hier dat naar beneden werken. Yep. Hier, zo zie je maar. Rick en ik zitten echt dicht op elkaar. Hier is zijn hele kingdom. Hier is mijn berg. Kan je dit gras hier ook een beetje laag rakken? We zijn er bijna. We moeten naar die grote witte balk toe. Het komt niet helemaal precies uitzien. Je moet die afstand 6 tussen houden. Dus we moeten daar zo meteen nog even beter hakken. Als ze even iets verder hakken, weet je? Ja, dat dit precies in het midden komt. Ja, 1. Ja. Rick gaat vast dat daar oplossen. Want we zitten er echt ver naast. Leuk dat hij het water in loopt hier. Dat heeft serieus wel wat. De pilaren zijn gemaakt. Ik help je wel van deze kant. Hij is precies in het midden. Laten we het steen ertussen uithalen. Doe jij dat of doe ik dat? Dan kan een van ons vast de... Ja, ik haal het er tussenuit. Ja, oké. Dan ga ik vast even de volgende stap doen. Ik heb heel veel slabs. En ook heel veel normaal hout. Want wat ik nu ga doen, jongens. Dit is leuk. Het hele design wat we net gemaakt hadden was dit. En hierop komt de rails op dit hout. En dan doe je slap, 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 slap. Oh, dit komt perfect uit, toch? We gaan eerst doen de rails er zo meteen wel op en kijken we daarna wel verder. Ik wil eerst even de standaard details of de standaard blokken erin bouwen. Zo begint het er toch wel leuk uit te zien. Je kan het niet veel anders doen, omdat die mijn rails gewoon goed moeten. Maar ik vind het niet eens zo heel lelijk, hoor. En verder de details komen allemaal echt nog, jongens. Vertrouw me. Wat een teamwork dit, Rick. Ik zie je gewoon gaan. Goed, hè? Goed van ons, hè? Maar je bent wel een beetje nog steeds een loser. Waarom? Gewoon zo geboren, kan je ook niet zoveel aan doen. Mijn ouders zeiden dat nooit tegen mij, waarom moet jij dat dan wel zeggen? Iemand moet het zeggen. Rick. Rick, je bent een loser! Bij je geboorte. Ja. Rick, je bent een loser. We kunnen niet allemaal zo succesvol als jou zijn. Oh ja. Jij zeker niet, nee. En nu de details erin, jongens. Althans, de details, de dikke blokken. De dikke blokken. Kijk, dan gaat het er al veel beter uitzien. Vreselijk, ik kom er gewoon niet bij. Moet ik helemaal omhoog bouwen. Alright, helemaal goed zo. Rick die gaat overal daar blokjes op plaatsen. Dan kan ik daarna de slabs eraan toevoegen. Kunnen we trapdoor? Ja, trapdoors gaat wel heel duur zijn. Maar ja, het is wel netjes, denk ik. Ik help hem vast vanaf deze kant en dan komen we elkaar tegemoet. Ik ben zo benieuwd als die rails erop zitten, hoe dat er allemaal uit gaat zien, hè. Dat ging helemaal fout. Wat een megaspoor eigenlijk ook, hè. Oké, dan zou je in principe nu de sporen er al op kunnen doen, denk ik. Kan jij vast sporen regelen, denk je? Dan doen we 50-50 van uiteindelijk wat het gekost heeft, weet je. Dan ga ik het belichten en nog wat extra blokken toevoegen. En ik heb wel leuke ideeën. Kijk, ik heb echt heel veel trapdoors nu. Twee en een half stack. Niet eens, gewoon 2 stack eigenlijk. Maar dat voor trapdoors zijn, is dat echt veel. Ik twijfel over dit design. Ik twijfel echt heel erg. Het is wel leuk, maar misschien een beetje simpel, weet je. Ja, Maar misschien is dat ook wel goed om het wat simpeler te houden. We doen in ieder geval om en om. Oh, jij hebt al die rails al. Wat lijp. Goeie roleplay ben jij, zeg. Oh, het is vreselijk om dit in de nacht te doen. Ja, het enige is dat je dan wel ziet waar je licht nuttig is en waar het niet nuttig is. Maar al die beesten. Oh, daar word je helemaal gek van. Nou, dit komt perfect uit. Ook met de belichting voor Rick's huis. Want anders had je hier een paaltje en dat het misschien te veel geweest. Laten we deze creeper even uitschakelen. En dan de rest gaan fixen van de belichting. En hopen dat Rick nog lanterns heeft, want mijn lanterns zijn op. Althans, ik heb nog maar 11 en dat is wel langer dan niet genoeg. Ik zei net nog dat ik echt veel trapdoors had. En ik heb gewoon nog steeds niet genoeg. Ik heb er nog maar 9 over en ik moet nu helemaal teruggaan. Oh, je had nog lanterns. Oh my days. Ik heb er wel wat bijgemaakt. Dude, dan had je nog best wel veel ijzer. Oh, trouwens, het kost niet heel veel ijzer natuurlijk. Maar ik had 42 gemaakt.
Damn. Het waren drie blokken. En we hebben nu overal genoeg belichting in dat opzicht, denk ik. Ja. Alleen, die tussenstukjes, wat doen we hier? Je zou nog een keer gewoon precies hetzelfde kunnen maken, maar dan zonder de lampjes. Ja, maar dat is denk ik het leuke er nu aan is dat het om de zoveel tijd even ziet, weet je? Dat wil je echt niet bij elke hebben. Het is juist leuk dat het nu even om en om zit. Nou, dit is niet eens lelijk. Wow. Omdat het dan groot, klein is. Moet je zien. Dit ziet er niet eens heel raar uit. Dat is hetzelfde van Endersight doen, denk ik. Ja, ik denk Endersight, hè. Ja, doe maar. Dan ga ik even kijken of ik hieronder nog wat details toe kan voegen, mogelijk. We moeten alleen nog maar van die redstone dingen ertussen hebben. En chill is, omdat die blokken zo in zijn gebouwd, kan je daar gewoon redstone onder doen. En dat zie je het bijna niet. Ja, als je er zo langs loopt, is het wel een leuk treinspoor. Het is geen lelijk treinspoor, vind ik. En dat is meestal met treinspoor is dat wel tricky om te doen. Dat je het niet al te lelijk en te lomp maakt. Maar dit ziet er wel goed uit. En het is leuk, nu heb je ook een connectie gewoon tussen onze bases, weet je. Nu zijn het, is het wat meer één geheel geworden. Eén wereld in plaats van gewoon twee losse plekken, weet je. En je komt nooit echt bij elkaar. Nu is het gewoon geconnect, ja. En de fences zijn geplaatst. En dan nu moet al die redstone dingen ertussen. Maar ja, dat gaat ook nog op zich wel wat werk zijn. Ik ben echt tevreden over deze dingen zover. Hij is echt leuk, hè? Wel, hè? Oh mijn god, de powered rail natuurlijk. En dat kost zoveel. Maar dan krijg je er wel 6. En we hebben er maar een paar nodig. Maar ja, ik ga goud hakken van mijn beacon. Hey, Floor! Nou, hebben we hier heel veel goud weer. 54 zou wel genoeg moeten zijn ervoor. Ik ga mijn best doen, even proberen. Dus dan zou je hier die weghalen, die. Kijk, en dat is chillen, dat je gewoon dit kan doen. En dat werkt gewoon. En het is helemaal niet heel lelijk, want je ziet het alleen als je erop loopt. Maar dat boeit niet zoveel. Ik heb er waarschijnlijk echt veel te veel gemaakt, want ik ben al bij Rick. Maar dit zijn nog de minimale dingen. We gaan kijken of we het hiermee redden. En vanaf daar zien we het wel. Ja, ik weet niet of Rick het hiermee redt. Ja, hij heeft natuurlijk een startpunt nodig. En ik heb geen minecart, maar ja, we kunnen even testen. Het enige is dat ik niet weet waar ik de buttons zou moeten plaatsen nu. Dus wat ik doe is, ik ga gewoon vooruit. Hier drop ik die voor jou. En ik doe gewoon even zo. Hey, gaan. Ha. Aha, daar gaan we. Wauw. Yes, een minerail systeem. Ja. Woe. Ik hoop dat die werkt. Dan gaan we, handen omhoog. Wauw. Wat komt dat in een drop? Zie je dat? Een drop. Oh, een drop! Handen omhoog! Dit is oprecht leuk gedaan, zo. En hij doet het gewoon, maar doet hij het ook terug? Ja, tuurlijk doet hij het terug. Zeker. Alleen hier moet er ook nog wel aardig wat power rail komen, zodat deze omhoog komt. Ja, tuurlijk, maar dat is jouw probleem. Leuk is, dan kunnen we ook minecarts en chests naar elkaar doen. Ik zweer het, als ik een minecart met chests net abonneer op Rick Force tegenkom, dan sloop ik de hele baan dat gewoon. Dat is echt een goed idee. Dan sloop ik de baan hier gewoon. Dat is echt een goed idee. Je kunt nog wel post, we kunnen nog wel post naar elkaar sturen, hè. Dankjewel voor de samenwerking, voor de nieuwe content. Doei. Doei, loser. Doei, dankjewel voor de content. Doei. Was leuk. Doei. Nou jongens, we zijn hier in de minecart systeem. In de minerail. We kunnen nu post naar elkaar sturen. Ik vind het helemaal mooi geweest. Dan bij deze sluit ik ook gelijk de video af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even. En dan gaan we voor 2000 likes. Zo, geen idee. Spreek jullie later. Glaasje water. Telt tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei.